Goedemorgen, dames en heren. Welkom op de 5e locatiekeuring bij de familie Akkema, stal de Mersken. Also welcome the viewers in other countries. Hope you enjoy yourself as we do today with the horses. Ik kan alvast melden dat aanwezig blijven nummer 7, 18 en 33. Oké, eigenaars, heel veel succes. Nummer 1, het is een merry die doet iets eenvoudig aan. Komt ook mede door de licht gezonken bovenlijn. Beenwerk kan iets correcter, maar wel voldoende droog, voldoende hard. Stap is regelmatig met voldoende ruimte. En ook de draf heeft hij voldoende tact laten zien, kan iets krachtiger en wat meer ruimend in het voorbeen. Deze merrie wordt opgenomen in het stamboek. Nummer 1 is going up in the studbook, without premium.
Tom even bij, kom Tom maar even. Uitslag van nummer 2. Het is een paard dat opvalt met zijn mooie front, met een hele mooie lange hals. Zien we zelden zo'n lange hals bij de Friese populatie. Het middenstuk kan wat geslotener, mede door het iets steile schouder. Voldoende hardheid in het beenwerk. Het kan iets correcter in het voorbeen. Beweging is ruim boven het gemiddelde. Stappen is voldoende krachtig en ruim. En vooral in ontspanning. En in draf heeft een mooi ruim het voorbeen laten zien. Met een goede houding. Voldoende snelheid in het achterbeen. Mede door zijn manier van bewegen wordt het vandaag stamboekster met een tweede premie. Number 2 is going up in studbook and star with the second premium. Dan de uitslag van nummer 3. Het is een paard dat opvalt door zijn rasuitdrukking. Mede door de mooie zwarte kleur en de goede plaatsing van de hals. In de bouw, met name de bovenlijn, kan wat sterker en zou wat opwaartser gebouwd mogen zijn. Wel een goede kruislegging. Beenwerk is ruime kwaliteit en voldoende correct. Stap is ruim. Met een goede zuivere manier van stapten, zou iets achterbein iets meer spronggebruik kunnen tonen. En een draf heeft een heel veel activiteit, zowel in het voor- als in het achterbeen, met souplesse, wat met voldoende snelheid, met ruime snelheid, onder de massa geplaatst. Het voorbeen zou iets verder weggezet kunnen worden, maar mede door zijn goede manier van bewegen, wat stamboekster met een tweede premie. Voor een hogere premie, dan zouden we toch iets meer ruimte in het voorbeen willen zien. En de bouw. Nummer 3 is going up in the studbook, which is a star with a second premium.
Nummer 4 is een paard met een mooie voorhand, mooi sprekend hoofd, ruim voldoende lange hals, goed geplaatst. Middenstuk zou iets armer, iets rijker bespierd mogen zijn. En met name het kruis, dat zien we graag een correctere ligging. Voldoende kwaliteit in het beenwerk. Het achterbeen is toch licht gehoekt. Stap kan wat iets zuiverder, meer doortreden van het achterbeen. In draf heeft hij wel een mooi krachtig achterbeen laten zien met veel snelheid en veel actie. Maar zou toch iets meer onder massa mogen brengen. En ook het voorbeen zou iets ruimer weggezet mogen worden. Mede door zijn goede rasuitdrukking wordt het vandaag stamboek met een derde premie. Nummer 4. Going up in het studboek with his third premium. Dan nummer 5, de uitslag van nummer 5. Een paard dat ruim boven het gemiddelde van de rasuitdrukking zijn, mede door het sprekende hoofd. Zou ietsjes wel wat zwaar in de voorhand, met name in de hals. Kan iets langer in de hals, wel een mooie zwarte kleur. Bouw is goed, goede verhoudingen en goede aansluitingen. Beenwerk heeft wel kwaliteit, maar mist met name in het voorbeen de correctheid. En dat zien we zowel in de stap als in de draf weer terug. Stap is taktzuiver met bovengemiddelde lengte. Draf heeft de kracht en ruimte laten zien met een goede taktmatige manier van draven. Deze merrie wordt opgenomen in het stamboek. Een ster met een tweede premie, een verhoogde premiering. Ja, dan missen we toch de correctheid in het voorbeen.
Number 5 is going up in the stud book, star with a second premium. Dan de uitslag van nummer 6. Dat is een paard met een bovengemiddelde rasuitdrukking. De hals mag iets verticaler geplaatst zijn. Middenstuk, de bovenlijn kan wat sterker. En we zien ook graag het kruis iets minder hellend. Voldoende hardheid in het beenwerk. Zou iets correcter in het voorbeen mogen. Stap is voldoende ruim, kan duidelijk meer kracht en meer lichaamsgebruik tonen. De draf heeft er wel een mooie takmatige manier van draven laten zien met voldoende kracht in het achterbeen. Het voorbeen zou iets ruimer en verder weggezet mogen worden. Dit paard wordt opgenomen in het stamboek met een derde premie en dat is mede te danken door zijn manier van draven. Nummer 6 is going up in het studboek met een third premium.
Nummer 8 is een paard die wat langer gelijnd zou mogen zijn. Met een gemiddelde rasuitdrukking. En het is mede door het hoofd zou iets sprekender mogen. Ligt neerwaarts, wel voldoende bovenlijn. Beenwerk is kwaliteitsvol, maar zou correcter in het achterbeen. Met name toch wel vrij gehoekt. Stap is ruim, met tak zuiver. Zou iets actiever in het achterbeen mogen. In het draf heeft deze merrie zich helemaal opgewaardeerd met ruimte en kracht en een mooie opwaartse manier van bewegen. Mede door zijn hele goede draf wat het stapboek sterkt met de tweede premie. Nummer 8 is going up in the stapboek star with the second premium. Uitslag van nummer 9. Het is een paard dat zou wat iets meer rasuitdrukking mogen hebben. Mede door het toch wat lange hoofd. En de kleur zou duidelijk wat meer richting het gitzwart mogen zijn. Ook in de bovenlijn zou het sterker en bespierder mogen. Met name in de lendenpartij. Beenwerk is kwaliteitsvol. Zou iets correcter in het voorbeen mogen. Stap is, kan wat ruimer en wat meer kracht en meer lichaamsgebruik. Draf ook voldoende ruim het voorbeen, maar kan ook meer kracht vanuit het achterbeen. En meer met meer lichaamsgebruik kunnen draven. Dit paard wordt opgenomen in het stamboek zonder premie. Nummer 9 is going up in the stadboek without premium.
dan de uitslag van nummer 10. Een paard dat opvalt. Een hele goede rasuitdrukking. En dat komt vooral ook mee door zijn sprekende hoofd. Dat zien we heel graag. Mooie zwarte kleur ook. Lang gelijnd. Zou ietsjes pierder in het middenstuk mogen zijn. Beenwerk is wel, het voorbeen is lang, maar toch het achterbeen vrij gehoekt. En zou ook iets correcter in het voorbeen mogen. De beweging is bovengemiddeld. Vooral de stap is ruim en actief. Met goede, zuivere manier van stappen. En ook een draf heeft heel mooi ruim het voorbeen laten zien. Met een goed kracht onder de massa geplaatst achterbeen. Met heel veel swing. Mede door zijn rasuitdrukking en zijn hele goede draf wordt het een eerste premie. De Stamboekster eerste premie. Nummer 10 is going up in the Stamboek Star with the first premium. En dan nu de uitslag van nummer 11. Het is een paard dat zou iets meer rasuitdrukking mogen tonen. Het komt met name ook door zijn korte armbespieren, korte hals. Zou het sterker in de bovenlijn mogen. Het is wel voldoende kwaliteit in het beenwerk, maar het kan duidelijk correcter zowel in het voorbeen als in het achterbeen. De stap mist de takzuiverheid. De draf heeft voldoende activiteit laten zien, zowel in het voor- als het achterbeen. Maar zou het duidelijk het achterbeen meer onder massa mogen treden met meer souplesse. Dit paard wordt opgenomen in het stamboek zonder premie. Nummer 11 is going up in het stamboek without premium.
Dan de uitslag van nummer 12. Het paard dat opvalt met zijn goede front. Helder oog. Het hoofd zou ietsjes minder lang mogen zijn. Ook de hals zou ietsjes langer mogen. De middenstuk kan wat duidelijker, wat sterker, wat betere aansluitingen. Beenwerk is voldoende kwaliteit en correct. Stap is ruim. En een goede, zuivere manier van stappen zou iets actiever in het achterbeen mogen. En dat hebben we heel goed gezien in het draf. Heel veel ruimte en kracht met een goed schakelend vermogen. En mede door zijn uitstekende manier van draven wordt het stamboek ster met een tweede premie. Nummer 12 is going up in het stamboek star with a second premium. Dan de uitslag van nummer 13. Is een paard die mede door zijn bouw, zijn middenstuk, wat driedelig aandoet. Zou wat qua rasuitdrukking wat sprekender in zijn hoofd mogen. Ook de hals zou wat correcter vanuit de bovenlijn van de schouder mogen zijn. Wel een goed ontwikkelde schoft. Voldoende kwaliteit in het beenwerk. Stap is ruim en takzuiver. Zou iets meer activiteit in het achterbeen mogen zien. Draf heeft een heel mooi krachtig achterbeen laten zien. Maar zou het iets meer efficiënter onder de massa mogen plaatsen. En ook het voorbeen zou iets ruimer mogen weggezet mogen worden. Dit paard wordt opgenomen in het stamboek met een derde premie. En die derde premie heeft hij met name verdiend door zijn manier van bewegen. Number 13 is going up in the stud book and third premium.
Uitslag van nummer 14, een paard met ruim voldoende rasuitdrukking, met voldoende nek- en halslengte, voldoende schouderligging. Goed ontwikkeld schoft zou iets langer in de rug mogen overgaan. Ook wat stijl, of in ieder geval wat hellend in het kruis. Beenwerk is kwaliteitsvol, zou iets correcter in het voorbeen mogen. Stap is te beperkt, gewoon niet, heeft niet de taakzuiverheid die we graag willen zien. Draf heeft hij opgewaardeerd, krachtig achterbeen met voldoende snelheid onder de massa geplaatst. Mooie houding, zou iets ruimer in het voorbeen mogen. Wordt opgenomen in het stamboek met een derde premie waarbij de stap te beperkt blijft. Nummer 14. Number 14 is going up in the stud book with a third premium. En dan de uitslag van nummer 15.
Iedereen in spanning. Het is een paard met een grootramig paard. Met goede aansluitingen. In totaal mist hij nog enigszins de bespiering, maar dat is een ontwikkeling. Mooi front, mooi lange hals ook. Kwaliteitsvol beenwerk zou iets correcter, zowel in het voor- als in het achterbeen mogen. Stap is voldoende ruim, maar zou iets actiever en krachtiger mogen. Ja, iedereen heeft het natuurlijk gezien. Hele makkelijke manier van draaien, heel veel kracht en ruimte. Mooi opwaarts, goed in balans. Door zijn rasuitdrukking en zijn beste manier van draven wat stamboekster met een eerste premie. Nummer 15 is going up in the stepbook star with a first premium.
Dan de uitslag van nummer 16. Een paard dat goed gebouwd is, mooie verhoudingen, goede aansluitingen. Zou iets meer front mogen, iets verticaler halsstelling mogen tonen. Beenwerk is ruim voldoende kwaliteit. Zou iets correcter, met name de hoek in het spronggewricht. Stap is toch iets beperkt, kan wat ruimer, maar met name ook de taakzuiverheid. Dit paard heeft zich prima opgewaardeerd in zijn manier van draven. Heel veel kracht en ruimte laten zien met souplesse en ook het goede snelheid in het achterbeen laten zien. Met name door die manier van draven wat het stamboek ster met een tweede premie. Nummer 16 is going up in the studbook star with a second premium. Dan de uitslag van nummer 17. Het is een paard dat zou iets meer rasuitstraling mogen tonen. Met name het hoofd kan wat sprekender, wel een helder oog. De korte en hals en nek, dat missen we bij dit. De lengte van de hals en nek, dat missen we bij dit paard. Heeft wel front, heeft wel een goede kleur. Wel evenredig gebouwd. Sterker op lenden, ook de aansluitende lenden en kruis is goed. Wel een goede kruislegging, zou iets langer mogen. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit, zou iets correcter in het achterbeen mogen. Stap is voldoende ruim, maar kan ook iets actiever en meer lichaamsgebruik tonen. En de draf heeft een goede takmatige manier van draven. En laten zien, zou het achterbeen met meer onder de massa kunnen plaatsen. Ook hier meer missen we toch het lichaamsgebruik. Dit paard wordt opgenomen in het stamboek en krijgt een derde premie. En dat heeft met name te danken aan zijn bouw. Nummer 17 is going up in het stadboek as a third premium.
Uitslag van nummer 19. Het is een paard met ruim voldoende rasuitdrukking. Hij heeft toont front. Iets zwaar in zijn hals. Vrij bespierd. Paard toont in zich heel een goede bouw. Is toch wel wat vroeg rijp. Maar heeft wel goede aansluiting en lengte in het kruis. Beenwerk heeft wel kwaliteit, maar mist met name de correctheid, zowel in het voor- als in het achterbeen. Stap is ruim en vlot. Draf heeft hij ruimte en kracht te laten zien. Mede door zijn beweging wordt het stamboekster met een tweede premie. Voor een hogere premiering missen we toch de correctheid in het beenwerk. Nummer 19. Going up in the studbook. Star with a second premium. Dan de uitslag van nummer 20. Een paard met front. Mooie zwarte kleur. Hoofd zou wat sprekender mogen. Maar in totaliteit wel ruim voldoende boven het gemiddelde rasuitdrukking. Dat vinden we ook van de bouw. Mooi langgelijnde merrie. Met voldoende bovenlijn, voldoende aansluiting, lang kruis. Beenwerk kan iets meer kwaliteit en wat correcter. Stap is in ontspanning. Voldoende ruim en ruim voldoende takt. Draf heeft hij opgewaardeerd met heel veel houding, mooie houding, ruimte. Met krachtig achterbeen, met balans. Mede door zijn draf wordt het stamboekster met een tweede premie.
voor een hogere premiering missen we toch enigszins de correctheid in het beenwerk. Number 20 is going up in the stud book, Star is the second premium. Dan de uitslag van nummer 21, een paard met een mooi klein hoofdje, maar zou wat duidelijk wat meer lengte en nek en hals mogen hebben. Schuinliggend schouder met een goede bovenlijn, wel vrij hellend in zijn kruisligging. Beenwerk kan iets meer kwaliteit en zou ook wat correcter in het voorbeen mogen, met name in zijn manier van stappen. Stap is, ja, mist hij toch de takzuiverheid en de lengte. Draf heeft hij houding laten zien met goede techniek van draven. Ook daar missen we toch het lichaamsgebruik en het doortredende achterbeen. Dit paard wordt opgenomen in het stamboek zonder premie. Nummer 21 is going up in het stepbook without premium.
Uitslag van nummer 22. Een paard dat zou duidelijk rijker bespierd mogen zijn. En ook beter in zijn aansluitingen. Heeft wel voldoende sprekend hoofd, maar meestal ook daar de lengte in de nek en de hals. Beenwerk kan met name de corrector. Paard heeft ze opgewaardeerd door zijn manier van bewegen. Stap is ruim met voldoende kracht en het draf heeft hij mooie taktmatige manier van draven laten zien. Met mooi ruimend voorbeen zou het achterbeen meer onder de massa mogen plaatsen en ook wat meer ruggebruik. Mede door zijn manier van bewegen wordt het opgenomen in het stamboek. Maar een verdere primering staat met name de ras en bouw hem in de weg, of zij in de weg. Nummer 22 is going up in the studbook without premium. Uitslag van nummer 23 is een grootramige merrie met ruim voldoende rasuitdrukking. Het hoofd kan ietsje sprekender, maar wel voldoende nek- en halslengte. Mooi schuin schouderligging. Middenstuk kan duidelijk wat sterker en ook de lenden-kruisaansluitingen zou correcter mogen, wat vloeiender. Wel een mooi lang voorbeen. Beenwerk is voldoende kwaliteit en ook in het correct in het achterbeen zou het voorbeen kan iets correcter. Stap is wat beperkt, kan duidelijk meer kracht en resoluter met het achterbeen aantreden. In draf heeft hij een mooie houding laten zien met voldoende kracht en ruimte.
zou daarbij duidelijk wat meer lichaamsgebruik mogen tonen, iets meer over de rug mogen draven. Dit paard wordt opgenomen in het stamboek en krijgt een derde premie. Voor hogere premieringen missen we toch de beperktheid, of dan zit de beperktheid van zijn stappen in de weg en zou ook de bouw duidelijk correcter mogen. Nummer 23, nummer 23, is going up in het stadboek, is de third premium. Dan de uitslag van nummer 24. Een paard is degelijk gebouwd met ruim voldoende rasuitstraling. Goede aansluiting in zijn bouw. Het kruis mag iets minder hellend zijn. En ook de kleur zou iets meer richting het zwart mogen. Wel kwaliteitsvol in het beenwerk. Het kan wat correcter, met name in het achterbeen. Stap is ruim, zou iets meer activiteit mogen tonen in het achterbeen. Draf heeft hij heel veel houding en ruimte laten zien met een goed gebruik van het achterbeen. En mede door zijn krachtig achterbeen in het draf wordt het stamboek ster met de tweede premie. Nummer 24 is going up in het studboek with a star with a second premium. Hebben we nu even een half uur pauze. Dan stel ik voor dat wij 1:15 weer beginnen. 1:15. Dan beginnen we dan met de stamboekmerries. We have a little break. A break. And we start up again at 1:15. See you.
Dan de uitslag van nummer 25. Het is een goed gebouwde merrie, degelijk gebouwde merrie. Iets langer gelijnd zou mogen zijn. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit en correctheid. Stap is ruim en goede takt. Draf heeft hij heel mooie houding laten zien met een krachtig achterbeengebruik. Goed lichaamsgebruik ook. Deze merrie wordt mede door zijn goede beweging in de IBOP vandaag sterk verklaard met de tweede premie. Nummer 25 is upgrading to star with the second premium. Uitslag van nummer 26, de 5-jarige Norbert. Het is een paard met een aansprekend in zijn voorhand, een front. Zou iets helder in het oog mogen. Wel een goede bovenlijn. Lender en kruisaansluiting zou iets vloeiender mogen. Beenwerk is ruim voldoende kwaliteit, maar met name mist de correctheid in het voorbeen. Stap is enigszins beperkt, zou wat zuiverder mogen. Draf heeft hij een heel mooi achterbeen laten zien. Met kracht en ruimte. Ook een voldoende zweefmoment. Zou iets meer ruggebruik mogen tonen. Maar we kunnen ook de cijfers van de IBOP overnemen. En dat is 6 en een 8. Deze merrie krijgt vandaag een derde premie. En een hogere premiering zit toch met name de correctheid van het voorbeen. Deze merrie in de weg. Nummer 26. We given this mare today a third premium.
Dan de uitslag van nummer 27. Het paard valt op door zijn hele mooie rasuitdrukking. Mooi voorhand, sprekend hoofd. Ook mooi, goede zwarte kleur. Zou wat langer gelijnd mogen en iets opwaartser gebouwd. Beenwerk kan enigszins correcter. Stap is vlot en voldoende ruim, takmatig. Draf heeft een mooie ruimte laten zien met een goed gebruik van het krachtige achterbeen. Met goede houding. Mede door zijn manier van beweging en zijn rasuitdrukking wordt het vandaag ster met een tweede premie. Nummer 27 is grading up to star with a second premium. Dan de uitslag van nummer 28. Een paard met toont heel veel front. Goede zwarte kleur. Vrij strak. Ja, wel een mooie schouderligging. Vrij strak in de bovenlijn. En toch vrij hellend ook in zijn kruisligging. Lang voorbeen. Maar zou toch wat meer opwaarts gebouwd mogen. Kan correcter, met name in zowel in het voor- als in het achterbeen. Wel kwaliteit, wel hardheid in het beenwerk. Stap is mist de takzuiverheid en het lichaamsgebruik. En dat zien we ook weer terug in zijn manier van draven. Wel houden, goed ruim het voorbeen. Maar mist met name de souplesse en de balans en het doortredende achterbeen. Krijgt vandaag geen premie. 28, no premium today.
is een degelijk gebouwd paard die iets kortbenig is en zou ook wat langer gelijnd mogen. Hoofd heeft, kan wat sprekender, ook de halsplaatsing kan verticaler. Goede aansluitingen met een goede bovenlijn. Beenwerk zou iets correcter mogen. Stap is takmatig en in draf heeft hij een mooie houding laten zien met veel actie in zowel in het voor- als het achterbeen. We missen dit paard toch enigszins wel het zweepmoment en het ruggebruik. Maar mede door zijn draf en zijn bouw wordt hij gepremeerd met een derde premie. Nummer 29 becomes today a third premium. Dan de uitslag van nummer 30. Goed gebouwd paard met goede aansluitingen. Mooi sprekend hoofd. Zou iets verticaler in de halsplaatsing mogen. Stap is iets beperkt. Kan ook ruimer en meer door het lichaam stappen. Draf heeft hij opgewaardeerd. Hele mooie houding. Krachtig achterbeen. Met nu wel goede ruggebruik. Zou misschien het voorbeen iets meer weg mogen zetten. Maar krijgt vandaag geen uitnodiging voor de eventuele tweede bezichtiging. Dan missen we toch met name toch de kwaliteit en het aansprekende in zijn bouw en type. En de stap is beperkend. Daarvoor. Nummer 30, nummer 30. No invitation for the second view.
De uitslag van nummer 31. Aansprekend in zijn type, door zijn mooie voorhand. Toont heel veel opzet. Kan sterker in de bouw, met name in het middenstuk. Heeft een hoog, vrij kort schoft. Zou duidelijk wat meer langer in de rug mogen lopen. En ook de lender- en kruisaansluiting missen we toch de kracht en de bespiering. Beenwerk is voldoende kwaliteit, maar zou duidelijk wat meer correctheid mogen tonen. Stap is weinig takmatigheid, kan ook ruimer. Draf heeft hij een heel mooie houding laten zien, met een mooi ruimend voorbeen. Met een krachtig achterbeen zou iets meer onderbrengen. Maar ja, mede door zijn bouw en zijn beperkte stap, wordt het vandaag geen uitnodiging voor de tweede bezichtiging. Nummer 31, no invitation for the second view.
Nummer 32. Aansprekend in zijn type, met name in de bouw. Goed gebouwd, sterke bovenlijn, goede verhoudingen. Beenwerk kan iets meer kwaliteit en ook iets correcter. Stap is toch beperkt. Wel de regelmaat, maar mist met name de takzuiverheid en de ruimte. Draf heeft hij mooi ruimend voorbeen laten zien. Krachtig en snel achterbeen. Zou het achterbeen iets meer onder de massa mogen zetten in plaats van iets meer naar boven toe te trekken. Dit paard krijgt vandaag geen uitnodiging voor een tweede bezichtiging. Dan is de stap toch te beperkt. Nummer 32. No invitation for a second view. That's it. Uitslag van nummer 34. Het is een ruim voldoende rastypisch paard. Mede door zijn mooie zwarte kleur en voldoende behang. Zou wat meer lengte in zijn bouw en ook in het voorbeen mogen. Voldoende correctheid in het beenwerk. Stap is, mist hij toch de regelmaat, met name in het voorbeen. Draf is voldoende ruim en krachtig, zou iets meer souplesse mogen tonen. Maar de stap is zodanig dat we nodig deze merrie niet uit voor een tweede bezichtiging. Nummer 34, no invitation for the second round.
Dan de uitslag van nummer 36. Hij is een imponerend in zijn voorhand, aansprekend in zijn type. Zou in bouw duidelijk geslotener mogen zijn. Ruim voldoende kwaliteit en hardheid in het beenwerk. Stap is, kan wat ruimer en met name ook wat krachtiger vanuit het achterbeen. In het draf heeft hij wel een mooie houding laten zien, mooi ruim het voorbeen. Maar dit paard zou duidelijk met het achterbeen met meer snelheid onder de massa moeten plaatsen. Wordt vandaag geen ster. Nummer 36 is no start today. Dan de uitslag van nummer 37, de driejarige hengst. Paard die toont heel veel front, daarmee en met mooi klein hoofd, heeft heel veel rasuitdrukking, mooie lange hals. Goede schouderligging, voldoende in de bovenlijn. Beenwerk kan ietsje correcter en zou iets meer kwaliteit kunnen uitstralen. Stap is goede regelmaat. Draf is heel veel kracht en ruimte laten zien met heel veel souplesse en schwung. Liep hij door de baan en van een mede door die hele sterke draf wordt het ster-predicaat toegekend. Nummer 37 is become start today. Vervolgen we de keuring met de tweede bezichtiging voor de eventuele
voorlopige kroonverklaring. We beginnen met nummer 10. De jonge Alwin uit de Harmen, moeder van de vakkerijgenaar uit de Vries. We continue the keuring with number 10. It may be possible for preliminary crown today. Voorlopige kroonverklaring. Het blijft een heel sprekend type. Hij blijft ook heel makkelijk bewegen, zowel in stap als in draf. Kan niet worden aangewezen voor voorlopig kroon. Dan missen we toch iets. De middenstuk, dat zou ietsje correcter of sterker mogen. Maar met name ook de correctheid in het voorbeen en in het achterbeen. En we moeten daarbij opmerken dat bij een eerste premie kan de beweging nog compenseren. Echter, bij de aanwijzing voor de voorlopige kroon gaat dat niet meer op. Geen aanwijzing. Nummer 10, no preliminary crown today.
15. Het is een heel aansprekend paard. Ook een mooi lang gelijnd paard. Het kruis zou iets minder hellend mogen zijn. Beenwerk en met name de bewegingsafloop in het voorbeen, dat is toch te beperkend om uit te nodigen voor het verlopen kroonschap. En ook voor dit paard geldt, stap is iets beperkt, maar hele beste draf laten zien. Maar de beweging kan helaas niet compenserend voor het exterieurgedeelte. Dus vandaar geen uitnodiging. Number 15, no professional crown today, because of his forelegs. Het was het laatste paard van deze keuring. Het is 3:15, allemaal vlot verlopen, dankzij de aanvoer van de familie Akkema en medewerkers. Mooie keuringsdag, mooi weer, ook goed resultaat, doorgaans. Helaas konden we geen merrie voor een verhoging, voor de kroons, voorlopig kroonpredicaat aanwijzen. Maar wel een goed resultaat in totaliteit. We see you at the next keuring. And that tomorrow in Hestergade. Thank you for watching us. And see you later on.